Wij gingen 3 dagen trailhunten in de buurt van Luxemburg. En dat zag er zo uit. Let's go! Dit is de Mullerthal Trail. We zijn in Echternach. En we hebben een wandelpad te pakken. Maar we moeten hier omhoog. Het is wel druk. Het is door de week, maar het is hier heel druk. Dus hiken bike. Wel leuk. Kom op Gijs, je bent er bijna. Kom op Gijs. Ja. Ja, thanks. Oeh. Leer je weg natuurlijk. Ik wilde een voetje bijzetten. En mijn voetje ging naar beneden. Oh, woehoe. Mooi. Zo. Woe! Netjes. Het is wel echt een bijzonder stukje, vind je niet? En niet dan? Ja. Ah! Even kijken, het is mooi. Ja. Wij zijn in Ernzen en dat is op de grens van Duitsland en Luxemburg. En hier slapen wij op dit mooie plekje. Dat is een beetje glamping. Gisteren hebben we een wandelpad gereden waar je ook mag fietsen. En dat was leuk. En vandaag gaan we een stukje Mullerthal Trail rijden en het is lekker weer. Oké, let's go. tevreden bent u met de shot? Ja. Ja? Ja. Komt hij nu in beeld? In 3 tellen? 3, 2, 1. Zwaartekracht. Oh! Wow, dit is wel mooi hoor. We voelen ons zwaar overbiked. Nou, voor die trap is wel lekker. We hadden het erover dat die Mullerthal Trail is echt heel leuk als toertocht. Ja, wij zoeken net iets meer de wat technischere afdalingen. En die zitten daar niet echt in. Maar je kunt ze wel vinden. Dus de dingetjes die we laten zien, die liggen soms ook net naast de trail. En die zijn de moeite waard. En het is hier gewoon heel mooi toch? Dus, de omgeving is schitterend. Ja. Echt verbluffend mooi. On-Nederlands mooi. Soms doet het me echt denken aan Luxemburg. Zo mooi, zeg maar. Triple box? Triple box. Ah? Smell fire. Goed, het is dag 3 van onze meerdaagse in Luxemburg. En na 2 dagen lekker toeren. En we waren wel toe aan wat trails. We hebben even wat onderzoek gedaan. En ik kreeg een mooie tip dat hier het Trailpark Mehring ligt. Mooie heuvel met een lijn op 5-6. Het ziet er veelbelovend uit. En we gaan vandaag gewoon even lekker knallen. Helemaal zin in. Let's go. Oké, eerste reactie mannen. Goed, dit was een welkome afwisseling met wat we gisteren hebben gedaan. Lekker getoerd gisteren en nu gewoon echt lekker kunnen rijden. Echt even knallen. Ja, en als je zo een weekendje deze kant op gaat, is dit echt een welkome aanrader om even mee te pakken. Als je hiervan houdt, hier en daar wel wat ruig, maar oh, echt wel genieten. Lange afdaling ook wel, kilometer of 2 en zo'n 200 meter klimmen. En dat is goed te doen. Want wij hebben ervan genoten. En dan zit ons meerdaagse er helaas bijna op. Nog een lekker avondje bij het kampvuur en morgen weer naar huis. Heb je er nou van genoten? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je bij de volgende. Ciao!